Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag de energie-update 11 tot en met 17 maart. Nu komt er nog een aparte video online over de Engelenpoortdagen 11 en 12 maart. Deze zal ik koppelen aan het stukje liefde, dus er komt een aparte liefdesreading online. Vandaag gaan we dus even kijken wat het algemene energieveld is voor aankomende week. Zie je deze video op een heel ander moment, weet dan dat het tijdloze berichten zijn en dat deze video ten alle tijde dan een boodschap voor jou kan bevatten. Maar we gaan gewoon even kijken. Ik ga even wat orakelkaarten erbij nemen en verder gaan we het vervolgen met de tarot. Ik heb een beetje last van mijn stem, dus ik hoop dat jullie daar niet al te veel last van gaan hebben. Ik heb mijn glaasje water vergeten erbij te zetten. Dus mocht het echt heel hard nodig zijn, dan zal ik heel even de video pauze zetten en een glaasje water nog gaan pakken. Maar we gaan het gewoon zo proberen. We gaan kijken wat er allemaal naar voren gaat komen. Verder wil ik nog even benoemen dat YouTube op dit moment heel erg aan het fluctueren is. In de zin van video's niet willen laten zien. Mensen in één keer ervan afgooien mocht je geabonneerd zijn. Ik heb hier van andere readers ook al boodschappen over ontvangen dat het bij hen ook is. Dus kijk even mocht je altijd geabonneerd zijn geweest. Kijk even of dat je dit nog bent. Want het kan zijn dus dat YouTube jou eraf heeft gegooid om welke reden dan ook. Dit is één keer in het jaar, soms twee keer in het jaar dat dit gebeurt. En op dit moment is dit nu dus aan de gang met YouTube. Dus kijk daar anders even naar. Als jij zoiets hebt van, oh, ik krijg geen meldingen meer, kijk dan even of je belletje wel nog aangeklikt hebt. Daar kan allemaal te maken hebben dat je anders niet up-to-date bent met de boodschappen die door gaan komen. Als je daar behoefte aan hebt natuurlijk. Het ligt natuurlijk helemaal in je eigen handen of je wil abonneren of niet. Het is gratis. Mocht je het fijn vinden, dan blijf je op de hoogte als je ook nog een belletje aanklikt. Maar goed, genoeg gekletst daarover. Ik wilde het jullie wel even mededelen. Maar het zijn allemaal aspecten wat op dit moment in het collectief veld ook meespelen. Met bepaalde fluctuaties ook in de Schumann-resonantie. De zonnestormen beginnen weer wat actief te worden. We krijgen binnenkort ook nog Mercurius die retrograde gaat lopen. Dat is 1 april begint dat tot 25 april. Maar dat kan 2 weken daarvoor ook al sluimerend voelbaar gaan zijn. Ook daar zal ik een video online over zetten. Want heel veel mensen zijn niet op de hoogte van de energiestromen. En ik vind dat wel belangrijk. Omdat ik zelf weet toen op een moment toen ik erachter kwam dat dat allemaal meespeelde. Ook in mijn dagelijks leven toen de tijd. Dat ik daar grip op kon krijgen. Was voor mij eigenlijk een hele grote beloning. Want met de energie werken is fijner als dat het tegen je werkt. En als je er niet bewust van bent. Maar goed, we gaan eens even kijken. We hebben overwinning, victory. Kaart 28 maakt 10. Staat eigenlijk ook wel voor die voltooiing, afronding, geluk, voorspoed, succes. Dus we gaan eens even kijken waar het mee te maken heeft. Maar als ik dit zo zie, we hebben hier man holding a heart. Dus het kan zomaar zijn. Ik had het natuurlijk al over dat er een aparte liefdesboodschap online gaat komen voor de Engelenpoort. Die is dus op 11 en 12 maart. Ik moet nog even steeds wennen, al zitten we al even in maart, dat we al in maart zitten. Zijn jullie allemaal ook al zo verbaasd dat al die weken zo ontzettend snel zijn gegaan? Ik kan me nog als gisteren herinneren dat we vuurwerk af aan het steken zijn, dat het nieuwe jaar ingeluid wordt. En vervolgens zitten we al de reading op te nemen voor 11 tot en met 17 maart. Ongelooflijk hoe snel het gaat. Die energiestroom die zo snel gaat, dat voel jij waarschijnlijk ook. En wat mij altijd helpt is dan even een pas op de plaats te maken. Ook even bewust te worden van oké, ik ben nu, het is nu die en die dag. Even gewoon echt even gecenterd naar dit moment toe. Want voor je het weet is de volgende week ook alweer om. En zo gaan we dan maar door. Maar goed, man holding a heart. Ik wil een liefdesreading opnemen voor de 11 en 12 poort. En nu komt er dit weer
op tafel. Dus ik vind het wel bizar. Het is allemaal met elkaar gekoppeld. Ik merk ook de laatste weken dat er best wel veel in het energetisch veld naar voren komt. Dat er soulmate verbindingen in zicht gaan komen of voelbaar zijn. Daar heeft het natuurlijk echt wel mee te maken. Omdat jullie zo ontzettend hard aan jezelf hebben gewerkt om dit ook te bewerkstelligen. Want het heeft natuurlijk best wel wat intensiteit gekend. En daar ga je nu mee beloond worden. Dus ik pak er nog wat maankaarten bij. Wees doortastend en zet de eerste stap. Oké. Misschien heb je al iemand die jij hebt leren kennen. Waarbij je dus nu op dit moment ook in contact gaat komen. Maar of je weet al iemand of je voelt al iemand, maar je weet nog niet wie het is. Kan een oude bekende zijn, kan een nieuw persoon zijn. Hoeft niet altijd op het romantische stukje te zijn. Al gaat het hier over een hartverbinding. Een hartverbinding kan ook een hele speciale vriendschap zijn. Of werkverhouding. Waarbij je eigenlijk die balans hebt. Waarbij je elkaar aanvult. Waarbij je dus eerdere levens of leven met elkaar al samen bent gekomen, waarbij je elkaar hebt leren kennen al, waarbij je elkaar al in de energiestroom aangevuld hebt en dit dus in dit leven verder voort kunt zetten. En we hebben alles begint met communicatie. Dus zet de eerste stap, dus de eerste stap gaan zetten in die communicatie, zal dus voor jullie nu, even kijken, ligt het nog in beeld? Ja. Zal dus nu voor jullie best wel naar voren gaan komen, in zicht gaan komen. Dit heeft ermee te maken dat dit kan jouw energie zijn, dat jij wil gaan communiceren met iemand, maar dat kan ook zeker zo zijn dat een ander met jou wil gaan communiceren. Maar we pakken eens even de tarot erbij en we gaan eens even nog er verder op in. Nou, ik hoop dat jullie ook lekker aan het genieten zijn van de mooie zonnige dagen die er weer zijn geweest en nog gaan komen. Dat geeft altijd wel weer een energieboost natuurlijk. Krijg je ook weer zin om dingen op te gaan pakken. We krijgen de 2 van munten in combinatie met de maankaart. Dus er zijn nog wel wat twijfels. Er is misschien nog wat onzekerheid. En dat heeft te maken met van oké, durf jij of de andere persoon het eigenlijk de stap aan. Hè? Het eerste moment in contact kan voor sommigen dus al zijn geweest. Dit kan ook betekenen dat als jij in een stabiele relatie zit, dat daar een nieuwe upgrade in gaat komen. Dat je dus nieuwe activiteiten gaat ondernemen. Nu het voorjaar begint te worden, dat je er lekker op uitgaat. En dat je van elkaar geniet als je lekker aan het wandelen bent. Of dat je samen gaat zwemmen. Of misschien ga je naar een museum toe. Allemaal items wat dus ook in een huidige relatie voortgezet kan worden. Dus mocht jij aan het kijken zijn en denk je van ja, dit heeft met de singles reading te maken. Dat hoeft totaal niet, hè. Dit kan ook zeker te maken hebben dat dit met jouw huidige verbinding gewoon een nieuwe shift gaat krijgen. Een nieuwe verdieping gaat krijgen. Waarbij jij dus nog meer gaat connecten op een dieper level met elkaar. Maar er zit nog wel wat onderliggende stukken tussen. En dat heeft te maken met een eerdere trillingseffect wat er heeft meegespeeld. Waarbij bepaalde waarheden aan het licht zijn gekomen. Het voelt voor mij dat het niet per se een hele zware waarheid is. Maar het voelt dat jij of de ander niet eerlijk uit hebt gesproken hoe je erin staat. Ik wil hier nog een kaartje bij, want dit is natuurlijk best wel een specifiek iets. Mocht je een nieuw iemand leren kennen, dan heb je natuurlijk nog niks naar elkaar uitgesproken. Dan kan dit een element zijn wat in jouw energetisch systeem actief is. Wat dus wel eerst aangekeken dient te worden, voordat dit ook verder voortgezet kan worden. Oké. Dit is heel erg mooi, want een eerdere opheldering van een stagnering in jouw energiestroom, en dat kan dus een pijnstuk zijn geweest, een situatie, een blokkering, verbinding waar je uit bent gestapt, een keuze gemaakt te hebben om van windrichting te veranderen.
In welke vorm dan ook. Heeft er dus ook voor gezorgd dat het voor jou even weer zoeken was in het stukje waar jij naartoe aan het groeien bent. Je bent in een bepaalde overwinningsstaat. Maar nu sta je dus weer op een nieuw pad. Want kaart 28 maakt 10. Dus dat is die wereldvoltooiing, hè, waar we die compleetheid. En vervolgens begin je weer bij de Fool eigenlijk in het tarot. En je gaat weer het nieuwe pad bewandelen. Opnieuw manifesteren. Opnieuw kennis tot je doen. En vervolgens daar ook weer schaduwzijdes aankijken. Bla 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 bla. Eigenlijk het hele riedeltje waar je op de laatste tijd doorheen bent gegaan. Gaat dan weer opnieuw komen. In een ander jasje. In een andere vorm. Soms ook in een andere intensiteit. Maar dat heeft er puur mee te maken. Heb je je les geleerd? Ja of nee? Maar alles begint dus bij die communicatie. Maar ook voelt het voor mij de communicatie tussen jou en jouw hogere zelf. Dat daar ook een hele grote basisfactor ligt. We zien hier best wel wat grote arcana kaarten liggen. Hè? We hebben er hier sowieso al 3 op tafel liggen van de 6. En dan ook nog best veel belovende kaarten voor mijn gevoel. In combinatie met de orakelkaarten die er al liggen, is dit een bepaalde shift. We hadden het al over die shift. Hè. We hebben de hoge priesteres erbij. Nieuwe kennis, je intuïtie die dus verder ontwikkeld is. Maar ook het stukje... het voelt voor mij dat, net als dat je zeg maar 9 maanden zwanger bent en je draagt een kind en dan wordt het geboren, er gaat nu ook iets nieuws geboren worden. Hoeft geen kind te zijn, mocht je ouder zijn, dat je zoiets hebt van, ja, maar Sandra, ik hoef geen kind meer, ik kan geen kind meer krijgen, ik wil geen kind meer. Maar ik snap de idee van, en er wordt iets nieuws geboren. Dat kan een idee zijn, dat kan een inzicht zijn, dat kan een vriendschap zijn, dat kan een relatie zijn op romantisch vlak. Er is in ieder geval een versnelde stroming die er gaat komen, waarbij iemand dus op dat motorblok of op dat motorstuk springt en ervoor gaat. Daarin kan het ook zijn dat er iets over het hoofd wordt gezien door de snelheid wat gemaakt wordt. Waarbij je dus bepaalde items niet helemaal ervaart. We hebben ook de Chariot, kreeftenergie. Dus het kan zijn dat op emotioneel vlak het misschien voor één van jullie te snel gaat. Waarbij je zoiets hebt van, ja, maar dit kan gewoon niet zo zijn. Dit is niet mogelijk. Dit is niet voor mij bestemd. Of je krijgt weer even zo'n moment van een bepaalde illusie voor je ogen houden. Ja, maar die persoon zal wel weer zo zijn. En net als die andere keren. Maar geef iedereen ook een eerlijke kant. Want eerdere conditioneringen of pijnstukken hoeven niet belastend te zijn op een nieuwe connectie. Of een connectie die je al hebt. Dan dien jij dus naar jezelf te kijken wat dat pijnstuk in jou nog geactiveerd is. En hoe je dit om kunt buigen of los kunt koppelen van jouw eigen energetisch systeem. Waarbij jij dus in jouw positieve stroming staat. En niet met een bepaalde ballast. Stel dat je in een gezonde relatie zit, maar krijg je op het moment een moment zijn dat je herinnert van vroeger, voor die tijd dat je met die persoon was. Of dat er nu iets gebeurt wat als lading eigenlijk op jouw rust, maar dit ook geprojecteerd wordt naar je huidige partner. Kijk dan ook met oprechtheid van, wat is mijn aandeel hierin? Want heel veel mensen leggen de projectie buiten zichzelf, terwijl de projectie op jezelf gericht mag worden. En als je dat gaat doen, dan durf je ook met eerlijkheid naar het stukje ego te kijken. Eerlijkheid naar je stukje onzekerheid wellicht te kijken en je pijnstuk. Nu durft niet iedereen dit en dan krijg je een soort buiten jezelf schuldlegging. Dus geen Nederlandse zin, maar dat je de schuld buiten jezelf gaat leggen en het bij een ander neerlegt van, want dan heb je iemand om de schuld te geven. Omdat je het niet bij jezelf zoekt. Of dat je misschien echt ook een masker op hebt dat je niet inziet dat je zelf schuldig ergens aan bent. Of dat het een karmisch stuk is uit vorige levens wat jij in dit leven op mag lossen. Waarom misschien iets heel heftigs ook in dit leven is gebeurd.
waar je zelf niet schuldig aan bent, maar dat heeft te maken dus met vorige levens die daaraan gekoppeld zijn, waardoor jij nu de kracht mag krijgen om het in dit leven uit te zuiveren. Ik hoop dat je het nog kunt volgen, want het is wel, het is een diepgang waar we in zitten. Het is even, we duiken diep in deze legging. En dat op de vrijdag, net voor het weekend. Oké, maar we krijgen de magier. Prachtig, heel mooi, na de toren, de magier. Intensiteit, het infinity teken, het oneindigheid. De mogelijkheid om te gaan manifesteren. Om de krachten te bundelen met het hogere goed. Om je stabiliteit weer terug te gaan krijgen. Onderkant dek krijgen we ook nog de aas van zwaarden. Dus we hebben en de aas van bekers hier liggen en de aas van zwaarden. Dus een eerlijk passievol, of ja, het voelt voor mij een passievol begin. In de zin van, doordat de communicatie eerlijk is, voel jij het in jouw hart ook samensmelten. Waarbij jij ware geluk gaat voelen. Want het voelt voor mij dat sommigen die op dit moment aan het kijken nog niet echt het ware geluk ooit hebben ervaren. En nu denk je, ja, maar ik ben toch gewoon gelukkig. Ja, maar het echte geluk, dat is een andere level van ervaring. En ik hoop ook echt dat iedereen dit ooit mag gaan ervaren. Want dat is zo'n diepe energiestroom en geluk en warmte en eigenlijk of dat je in zo'n warm bad komt en alles smelt samen. Dat is eigenlijk waar ik over heb, wat voor jou ook weggelegd is, lieve kijker. Aas van munten komt er ook nog onder met de krachtkaart. Dus er gaat echt, het zijn best wel intensiteit wat er nog komen gaat, ook met de energiestromen wat nog gaat komen, ook met retrograde planeten, dus samenstanden in de astrologie en noem maar op. Er gaat echt nog wel het een en ander komen. Maar mocht dit jouw legging zijn, hoeft dit totaal niet altijd gelijk op het stukje romantiek dus te gaan. Maar er gaat een verschuiving plaatsvinden in de positieve zin. En of jij dus nu in een gezonde relatie zit die een nieuwe shift gaat doormaken. Of jij zit in een singlespositie en je gaat zelf een shift doormaken waardoor dit nu ook in het energetisch veld mogelijk is. Welke vorm jij ook op welke tijdlijn jij ook zit, voel gewoon echt in jouw systeem. Ja, op welk stukje ik dit bij jou aanprik. Kijk. Een soulmate connectie. Echt, voelt voor mij, wat ik al zei, hè, het voelt voor mij dat jullie al meerdere levens met elkaar in contact zijn geweest. Nu kan het zijn dat je dus al een tweelingziel hebt of een soulmate verbinding in dit leven ook al hebt ontmoet. Dan kan dit natuurlijk ook daar aangekoppeld zijn. Maar ik pak het even overkoepelend omdat er meerdere mensen kijken in meerdere posities. Dus voel gewoon even wat voor jou kloppend is. Ga het niet passend maken, al lijkt het plaatje dan mooier te worden. Want daar heb je niet behaal je niet het juiste resultaat mee. Onderkant hè, krijgen we de Koning van Munten met de Page van Bekers. De verbinding die jullie eerder hebben gehad heeft ook veel verdriet met zich meegebracht. Maar de nieuwe beker die dus nu aangeboden kan gaan worden, zit wel al in het energetisch veld wat mogelijk is. En nu hoor je mij heel vaak zeggen in het energetisch veld, want daar tap ik natuurlijk op in. Wilt niet zeggen dat in het aardse dit ook binnen deze week in één keer mogelijk is. Want in het energetisch veld is er geen tijdsbesef, waardoor het ook lastig is. Al tap ik dus in op de energie voor volgende week. Dit zijn tijdloze berichten, dus mocht je deze video op een heel ander moment zien, dan kan dat altijd ook nog met jou op dat moment aansluiten. Eerdere verwerkingsprocessen, dit kan te maken hebben met eerdere pijnstukken met andere personen, maar het kan ook te maken hebben met de persoon waarmee jij dus nu in verbinding staat energetisch. Dit komt wel onverwachts. Dus mocht dit zo zijn, komt dit onverwachts op je pad. Gaat dit ook onverwachts bewerkstelligen. Het kan te maken hebben dat de persoon wat ouder is dan jij, maar wel een hele jonge energie heeft. Of deze persoon is jonger dan jij met een oude ziel. En
het is een commitment, toch wel een hoge verbinding die hier ligt. Een stabiele verbinding, een lifetime commitment, dus echt een verbinding voor het leven. Maar het kan ook zijn dat door de snelheid die deze energiestroom heeft, wat ik ook voel, dat het ook weer een muur opgetrokken kan worden waarbij je zoiets hebt van, dit is niet helemaal zoals ik het wil. En dan kan dat stukje onzekerheid of zelftwijfel daarin weer naar voren gaan brengen. Maar ik pak nog eens even een ander dek erbij. Even kijken welke mag ik pakken. Mensen die mij al langer volgen, die weten dat ik hier altijd een stuk of 10 tarot decks heb liggen. Ik cleanse ze altijd allemaal van tevoren en ik shuffle ze ook allemaal van tevoren. Maar ik mag ze niet altijd gebruiken allemaal. Dus ik tap altijd in wat er op dat moment ook doorkomt. Oké, we pakken er nog even een tijdlijn bij. Wat mag er nog bijgelegd worden? Kijk eens, de koning van bekers. We krijgen de 6 van bekers erbij. En de 9 van staven. Oké. Er gaat een afsluiting komen. We hebben natuurlijk best wel wat intensiteit gehad, wat ik zei. Hè? Er is best wel wat op jouw pad geweest. Daar gaat nu een einde aan komen. En dat komt dus eigenlijk omdat jij zo door hebt gepakt. Omdat jij het vertrouwen had om door te pakken. Vastberadenheid. Maar je gaat niet gebukt onder de energiestroom wat geweest is. Jij weet het te transmitteren. En dat houdt eigenlijk in dat jij het negatieve om hebt gezet in het positieve. Dat jij het lichtje naar binnen bent gaan schijnen. Wat is jouw aandeel geweest in bepaalde situaties, verbindingen. En als je daar helderheid op hebt gekregen, dan kan die stroming heel snel komen. Het zou zomaar kunnen zijn dat jij deze persoon gaat ontmoeten op een plek waarbij heel veel mensen zijn. Of dat dan nou een verjaardag is, of een bruiloft, of dat je naar een event gaat, of wat dan ook. Het zit er aan te komen. Dus hou de komende periode even in de gaten. Mocht jij al verder in jouw tijdlijn zijn natuurlijk. Want dat is niet voor iedereen al dat je zo ver bent. Maar dit geeft natuurlijk wel heel veel hoop. Het heeft met eerdere keuzes te maken gehad. Eerdere knopen die door zijn gehakt. Waar je dus een nieuwe balans in hebt mogen vinden. Wijziging van windrichting dus. Wat ik al eerder vernoemde. Hè? Oh. Oké, toch nog een beetje bij één van jullie twee de effect van ga ik het wel doen, ga ik het niet doen, ga ik die eerste stap wel zetten, durf ik het wel. Veel vuurenergie, dus je kunt ook met eventueel een ramleeuw of boogschutter te maken hebben. Maar nou ligt hier ook waterelementen op tafel en aarde. Dus op zich ligt hier eigenlijk alles wel een beetje op tafel, dus pin je eigen niet zo vast aan het sterrenbeeld. Want misschien ken je iemand en weet je, oh, die is dan en dan jarig. Dus dan is dit een zonteken. Maar ja, je weet natuurlijk niet zijn of haar hele geboortehoroscoop uitkomst. Dus pin je eigen er absoluut niet aan vast. Wat ik hier in ieder geval zie, is dat het hartzeer wat jij eerder hebt gehad nodig is geweest om jou in een bepaalde positie te krijgen waarbij jij leert ontvangen op een next level. En dat is het stukje liefde ontvangen in een andere gradatie, zoals ik het zojuist benoemde. Dit komt omdat jij nu geshift bent in jouw energie. Want dat zien we ook weer hier met die 7 van staven heel mooi. Maar toch nog met die 2 van staven in een bepaalde afwachtende positie. Nu kan het dus zijn dat er eerst langzaam contact gaat komen in de zin van communicatie. Een appje, een berichtje. Misschien ontmoet je iemand online via zo'n app. Misschien is het dat je in je huidige relatie even wat moeilijker kon communiceren. En pak je dat langzaam weer op. Of pak de persoon waarmee je te maken hebt het langzaam weer op. Maar wat ik hier ook zie is dat er enorme chemie zal zijn. Waarbij je dus eigenlijk zoiets hebt van, wow, wat overkomt mij hier nou? Oké, dus dat is wel dat is een krachtig. En we krijgen de koning van bekers, of van staven erbij. Dus we hebben hier 3 personen liggen.
waarbij jij met meerdere personen zou kunnen gaan connecten. Ik krijg onderkant dek de keizerin. Dus er zijn... je bent een trek, lieve kijker. Je hebt aandacht genoeg. Er zijn mensen genoeg die jou in de gaten aan het houden zijn. Zo kan het dus zijn dat... je misschien aan het wachten bent op een soulmate. Maar ik zie hier namelijk twee soulmates. Soulmate, is dat een woord? Soulmaten? Soulmates liggen. En niet iedereen heeft er maar één. Hè? Nu is het wel zo dat niet iedereen meerdere soulmates zal gaan ontmoeten in dit leven. Maar die wel actief zijn in je leven. Al die gewoon in je omgeving zijn, maar dat je het niet in de gaten hebt. Maar dit voelt voor mij dat er twee personen kunnen zijn. Of het misschien een soulmate is en een twin flame energie. Dat kan ook. Dat kan voor sommigen ook gelden. Mocht je in een twin flame verbinding zijn. Dan kan het zijn dus dat er een andere energiestroom van een andere persoon nog binnen gaat komen. Waarmee jij ook een hele intense connectie hebt. Ik ga hier nog eens een kaartje bij pakken. Want waarom krijgen we hier alleen staafenergie? Keuzemogelijkheden. Ja, dat is wat ik al zei. Hè? Je hebt keuze genoeg. De keuze is reuze voor dit weekend, deze week. Nou, mocht dit jouw energiestroom zijn. Oh, nou ja, dat gaan we niet doen. Dit hele stapeltje doen we even terug. Neem alleen deze. Blijf in jouw eigen... Ja, omdat jij zo aan het groeien bent geweest. En zoveel... shit eigenlijk hebt verwerkt, sta je in een bepaalde hele krachtige energie waarbij je ook sexy bent en je bent aantrekkelijk. En ja, mannen en vrouwen houden daar nou eenmaal van. Dus een bepaalde zelfverzekerdheid wat ook naar boven komt. Maar dat kan ook betekenen dat je verkeerde mensen aantrekt. Mensen waarbij een bepaalde seksuele aantrekkingskracht alleen actief is. En dan is het aan jou van, oké, blijf ik in mijn eigen balans staan of ga ik even voor dat pleziertje, wat het pleziertje voor even is? Of ga ik wachten en hou ik de eer aan mezelf en kies ik voor ja, een lange termijn commitment? Mocht jij in een relatie zitten, kan het dus ook zijn dat je misschien even verleid wordt door een ander waarbij het op seksueel vlak heel aantrekkelijk voelt. Nu is het natuurlijk je eigen keuze wat je maakt. Dat bepaal ik niet, dat bepaal je zelf. Het is een stukje aandacht wat je op dat moment krijgt, terwijl hier een steady aandachtmomentje kan liggen. Een aandachtsmomentje wat op emotioneel verbinding tot stand kan gaan komen. Want bij deze kun je erg van de koude kermis van terugkomen. Oké. Dus helder. Er zijn dus drie personen die in het spel zijn. Eentje kan dus echt wel op het seksuele vlak zijn. De andere twee kan dus zijn een verbinding waar je al in zit. Wat echt wel een steady lijn is op waar je op hoopt. Maar er kunnen twee partijen dus zich eigen aandienen. Ja, in principe drie. Nu is het natuurlijk aan jou, ga ik daarvoor ja of nee? Natuurlijk hebben we allemaal ook onze huidhonger wel eens. Hè? Of hoe noemen ze dat toch wel eens op televisie? Huidhonger. Nou ja, als je daar overstag door gaat, is dat je eigen keuze. En als je je eigen daar heel fijn bij voelt, is dat natuurlijk helemaal goed. Maar wil jij die verbinding voor het leven? Dan zou ik daar even over na gaan denken en kijken van... waar behoud ik mijn eigen stabiliteit mee? Of wat is gezond? Hè? Want hier liggen best wel wat ongezonde kaarten. Kan ook te maken hebben dat je met een ex weer in bed belandt. Of dat een ex weer uithaalt. Waarbij je denkt van... ja, maar de seks was wel eigenlijk altijd heel erg prettig. Dat je daardoor weer overstag gaat, kan natuurlijk ook. Maar dit kan ook een trigger zijn in jouw energetisch veld. Waardoor er een vertraging kan komen in deze energiestroom die hier ligt. Dus voel vooral aan wat bij jou past. Wat, hoe kan ik het zeggen? Waar jouw verlangens naar uitgaan. Ik pak als laatste nog even de engelenboodschappenkaarten erbij. Het is een beetje een rommeltje op tafel, zoals ik het zie. Hè? Misschien voelt het ook wel voor jou even als een rommeltje, als er in één keer ja, zoveel animo in je leven actief is.
Even kijken. We hebben Zanna. Je wordt beschermd voor alle vormen van gevaar. Het ergste ligt nu achter je. Ik vraag je om te ontspannen en je veilig te voelen. Nou, hele mooie boodschap als afsluiter voor deze reading. Dankjewel in ieder geval, lieve mensen, voor het kijken. Ook altijd voor jullie reacties en jullie likes die jullie achterlaten. Vind ik super fijn om te lezen. Kijk dus ook eventjes, mocht jij altijd geabonneerd zijn geweest, of je dit nog bent. Mocht je dit niet willen zijn, is dat ook prima. Maar dan weet je dus dat YouTube een beetje aan het rommelen is geweest. Je merkt ook gewoon dat bepaalde readingen gewoon niet in zicht komen op in het algoritme van YouTube, net of dat even gedempt wordt door hun. Dat was vorig jaar ook een moment van een aantal weken wel. Zelfs Amerikaanse readers hoorde ik hierover. Dus het is echt in het grotere aspect waar ze dingen proberen te dempen. Dit zijn natuurlijk bepaalde berichten die echt wel ook voorspellend kunnen zijn soms. En dat is waar ze vanuit de hogere macht proberen demping in aan te brengen. Lieve mensen, ik wens jullie alvast een heel mooi weekend toe. Ik ga de video gelijk zo meteen uploaden. En dan knal ik hem gelijk voor jullie online. Er komen dus nog video's aan wat te maken heeft met de Engelenpoort. En ik wil nog een video opnemen wat gerelateerd is aan geld en werk. Dus dat komt er ook aan. Er gaat nog veel komen. Blijf kijken. Superleuk. Dankjewel. En tot de volgende video. Doei doei!